Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de 9e aflevering van Robin's Moltalk. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de beterschapswensen. Ik heb deze echt heel erg nodig gehad de afgelopen week. Ja, ik ben eigenlijk sinds gisteren, dus gisteren als in de zin van afgelopen zaterdag, ben ik weer redelijk te ouder. Vandaag, op het moment van opnemen, is het weer wat minder. Maar goed, het zal helaas nog wel even duren. In ieder geval, dat gezegd hebben, dan is het tijd om de aflevering aan zich te gaan beginnen. De aflevering waar Zoe het spel moest verlaten. En eigenlijk een van de podcasttheorieën uit is gevoerd. Ik heb geen idee hoe die in elkaar stak, maar goed, dat maakt niet uit. Hij is in ieder geval opvolgend. En hij was ook degene die dus daadwerkelijk het rode scherm heeft gehad in een eerdere aflevering. Jullie gaan zo om de beurtje schermen. Ik kan me nog een rood scherm herinneren waar je heel handig uitgered hebt. Ja. In ieder geval was het ook wel een hele leuke aflevering om ook weer te kijken. Ze moesten afzeilen, kleding wisselen op een speedboot. En ze konden dus zijn of haar mol zien net voor de test. Voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst door naar onze community. De community poll heeft deze week 41 stemmen gehad. Waarmee Jurre verrassend genoeg weer is gezakt ten opzichte van afgelopen week. En hij zit nu op 46%. En Daniel is weer gestegen van 23 naar 29%. En dan hebben we Ranomi en Soy die beide 12% hadden. Zoals vorige week is er dus nog steeds een beetje twijfel tussen Jurre en Daniel. Zeker omdat Jurre naar beneden is gegaan en Daniel omhoog in de verdenkingen. Ik ben dan ook wel weer benieuwd wie jullie verdenken na aflevering 9 van Wie is de Mol. Dat kan je laten weten door te stemmen op de poll onder het tapje community op deze YouTube kanaal. Ja, en natuurlijk uiteraard zoals gewoonlijk ook altijd dankjewel weer voor de stemmen. En dan hebben we ook, deze keer was het rustig, hebben we 2 reacties onder de afgelopen video. Eén daarvan was van Ann, dankjewel ook nog voor de beterschapswens. En ja, ik ben er zelf ook nog niet eerder aan toegekomen om te reageren, want ik voel me eigenlijk nog steeds niet helemaal 100%. Het gaat wel beter, maar ja, het zal waarschijnlijk nog wel heel even duren voordat het echt daadwerkelijk weer goed is. Ja, en eigenlijk komt dat ook omdat ik na COVID ook nog een soort van griepje erachteraan heb gekregen. Of het is de nasleep van COVID, ik heb geen idee, maar het is in ieder geval niet prettig. En dan hebben we ook weer Emily met de Ranomi Hintzen theorieën. En dankjewel nog voor het aanvullen van mijn vraag van afgelopen week. En heb je daar toevallig ook nog stiekem een hint in geplaatst met als verwijzing naar de achternamen van de presentatoren van Brandpunt? Als dat het geval is, heb je het wel heel erg goed gedaan. Want, dat moet ik wel even nalezen, want een poel is een omsloten stilstand en ondiep oppervlaktewater. En dat is dan waarschijnlijk ook wel weer een hint richting Ranomi. En ook was in aflevering 8... weer een zwembad te zien en natuurlijk een nijlpaard die het water in ging. Nou wil ik daar niet direct de vergelijking mee maken met Ranomi. Maar goed, het heeft wel met het water te maken en natuurlijk met zwemmen. Dankjewel weer voor deze Hintzen-theorieën. En mocht je na deze aflevering zelf ook nog Hintzen-theorieën hebben, laat het dan gerust weten in de reacties. En dan probeer ik aankomende vrijdag nog een extra video online te zetten. En deze Hintzen-theorieën te bespreken. Dan is het nu tijd om aflevering 9 te gaan bespreken. De titel van de aflevering was Molafspraak. En om gelijk op de titel ook door te gaan, moest ik ook tijdens de aflevering wel even achter mijn oren krabben. Want ik dacht alleen dat ze de mol mochten zien, als ze goed hadden wie het was. Dit is er dus gezegd door de mol. Krijg je bij dit telefoontje nog een kans om met mij te spreken? Tenminste, als jij weet wie ik ben, of praat ik tegen mezelf. Het kwam er dus op neer dat ze hun gekozen mol dus altijd konden zien. Ja, en als ik het goed heb gezien, en dat werd ook later bevestigd, heeft Jurre Daniel gezien. Daniel heeft Jurre gezien. En Ranomi heeft Daniel gezien. En ja, het klopt dat ik Daniel en Jurre 2 keer heb genoemd. Maar ze verdachten elkaar. In ieder geval tot zover de titel van de aflevering. En dan gaan we door naar opdracht 1. Opdracht 1 is ook wel genaamd Afvallers. En ik vond hem wel weer een hele mooie. De opdracht waar ze 2000 euro binnen konden halen. En uiteindelijk toch nog even gauw 1000 euro voor de pot erbij hebben gekregen. Ja, natuurlijk verwees de titel van de opdracht naar de afvallers die eerder dit seizoen waren afgevallen. En die kregen ze natuurlijk te horen tijdens de telefoongesprekken. En hier zijn wel een aantal momenten waar ik toch nog even op terug wil komen. We beginnen natuurlijk met de kleuren en met de vormen. Ja, ik wilde eigenlijk daar een Ranomi hint uithalen, maar uiteraard is dat dus niet mogelijk. Want ze hadden dus de kleuren rood, blauw en groen. En dat zijn maar een aantal kleuren van de Olympische ringen. En natuurlijk de vormen aan zich waren dus ook niet alleen maar cirkels. Dus helaas kan de hint van Ranomi daar niet doorgaan. Wat een andere hint zou kunnen zijn. Er zat dus een rode stip op de tas van Jure. En dan zou je dus kunnen denken dat hij al van tevoren wist dat dit de goede oplossing zou zijn. Maar zoals je waarschijnlijk hebt gezien tijdens de echte Moltalk, kwam Vivienne met de volgende opmerking. Welk kistje had het nou moeten zijn? Ja, volgens mij is het kleine vierkante rode. Dus het idee van de rode cirkel op Jurre zijn tas, ja, die wordt eigenlijk ongedaan gemaakt. Als we alle telefoontjes er samenvoegen, dan komen we dus op neer dat het klein kistje was met de rode vierkant erop. En dan na de opdracht geeft Daniel aan dat hij denkt dat Ranomi gaat winnen. En Daniel gaat winnen volgens Jurre. Ja, ik denk dat jij gaat winnen. En als Jurre's tunnelspecialist zou ik te zeggen dat hij hiermee dan indirect zegt dat hij ook weer de mol is. In ieder geval, tot zover opdracht 1. En dan gaan we naar opdracht 2. De laatste opdracht van het seizoen van Wie is de Mol. Opdracht 2 is ook wel van ruilen komt huilen genoemd. De opdrachten waar ze 2500 euro konden verdienen, maar uiteindelijk 0 euro voor de pot nog hebben bijgekregen. En ik moet ook wel zeggen, het was ook wel ontzettend komisch om te zien. En ik had ook niet anders verwacht dan dat ze gewoon geen geld binnen zouden halen, maar echt gewoon alleen maar lol zouden hebben. En het meest opvallende moment was natuurlijk dat de blauwe tas opeens weg was. Raad eens wie deze tas heeft laten verdwijnen. Ja, dat was eigenlijk dus maar één persoon. Dat was natuurlijk Jurre. Want hij zat dus achter Ranomi en Daniel. En hij kon dus ongestoord zijn gang gaan, zoals je hier kan zien. Ja, ik denk dat het dan ook wel voor zichzelf spreekt met hoe hij de tas liet gaan. Het feit dat het in de montage zit, dat je eigenlijk praktisch ziet dat hij de tas heeft losgelaten. Ja, dat is toch heel erg overduidelijk. En ja, meestal als het zo overduidelijk is, dan is hij niet de mol. Dan zou ik eerder dus denken dat Daniel alsnog de mol zou kunnen zijn. En het zou ook eventueel bevestigd kunnen worden als Daniel dit zegt. En dat ik alles, maar dan ook echt alles, heb meegemaakt van Wie is de Mol. En dat was mijn droom. Want de mol die maakt natuurlijk dus alles mee in het spel. En dan ook echt alles wat er gebeurt, zowel voor als achter de schermen. Ik zou wel willen geloven dat Daniel de Mol zou kunnen zijn. Maar goed, daar gaan we het over hebben tijdens de afsluiting van deze aflevering. En bekendmaking van mijn definitieve molkeuze. En dat moment is dus nu. We zijn alweer aangekomen bij de afsluiting van de aflevering en mijn definitieve molkeuze. De aflevering waar Soye helaas net voor de finale het spel moest verlaten. En ik toch nog heel even met mijn verdenkingen aan het twijfelen was. De eerste instantie wist ik eigenlijk wel heel zeker dat Jurre de mol was. Maar omdat ik de moltelefoon eigenlijk verkeerd begreep, heeft dat toch mij wel een beetje aan het twijfelen gebracht dat eventueel Daniel ook de mol zou kunnen zijn. Maar ik heb nog een keer teruggekeken en werd het voor mij in ieder geval weer verduidelijk, zoals ik ook aan het begin al zei. En ja, Jurre geeft eigenlijk het antwoord op de vraag of hij met de mol praat. Of praat ik tegen mezelf? Ja. Dus daarbij blijf ik ook mijn mol. Eigenlijk kon je er ook niet omheen tijdens deze aflevering van Robin's Moltalk. Maar goed, ik moet wel zeggen dat ik ook nog steeds een beetje twijfel over Daniel als mol zijnde. Maar goed, hij heeft ook nog wel aardig wat geld in de pot gebracht. Hetzelfde als Ranomi. En eigenlijk is Jurre de enige die heel weinig geld in de pot heeft gebracht. In ieder geval, laat me weten via de reacties of via de poll onder het community tabje wie jullie verdenken na deze aflevering. En dan gaan we het uiteraard meenemen met de laatste Robin's Moltalk, ook van dit seizoen. En dat is ook waar ik het voor nu bij heb gelaten. Ik hoop dat het, ondanks deze korte aflevering, jullie toch nog hebben genoten. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.